Yo, beste kijkers, daar waren we nog even snel. Zoals ik jullie zei, nu de Pasen van Joram. Kijk Joram, nu is je anders aan de beurt. Henk de Bronvlieg. Jans heb ik net gedaan, die was wel lekker. Alleen die smaak, die zuurigheid van het begin niet. En die, maar het is gewoon simpel dit. Laten we even, even kijken of het dezelfde was. Even zien, het is allemaal dezelfde, ja. Dus dat streepjescode hoef ik niet meer op te noemen. Dus hetzelfde dan die. Dus ja, simpel. Dan gaan we gewoon lekker proeven. Dus grape, mooi. Even kijken. Ook zo'n plakkerig rotzooi. Het was daar geen mijn handen wassen, want het is erg plakkerig deze rommel. Dat zou ik wel zeggen. Ah, die ruikt een beetje naar die rare drank van... Je hebt, zou ik maar zeggen, Tranquini. Dat is het tegenovergestelde aan een energiedrankje. Dat is een relaxing drink. Nou ja, daar ruikt... Die geur ruikt die. Ja. Het begint al slecht. Even kijken. Nou, proef hem maar. Oh, maar als die smaak is, dan is het best wel lekker. En dan proef ik het niet meer door. Oh ja, weer zo zuur. Dat vind ik wel minder. Maar verkeerd is hij niet, dat zullen jullie wel zeggen. Even kijken hoor. Deze gaat makkelijker. Ja. Je moet niet denken, oh, mijn moeke ligt een beetje te snurken, dus ja. Stoor er niet te veel aan. Dus ja, het moet ook gebeuren. Hè? Ze was heel erg moe, dus ja. Nou. Dat is ook wel lekker. Dit gaat een stuk makkelijker, inderdaad. Wel lekker. Deze krijgt ook een team. Gewoon een normaal team. Ook een normale 10 krijgt hij. Nou ja. Ze staan gelijk. 10. De roze. 10 tegen 10 dus. Dat was 10 tegen 10. Mooi. Vonden jullie het leuk om het filmpje te bekijken? Laat even een blauw duimpje achter. En een reactie hieronder in de vlog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, hè. Hey, fijne avond en lekker slapen voor straks. En tot later, hè. Doei, doei. Later.